Peter van Osbroek, het zit erop voor jou. Ja, met pijn in het hart? Uiteraard, ja. Dat is altijd... Alleen zeggen dat de traan moet weggeplongen worden, maar... Nee, ik vind het spijtig. Het was een keileuk parcours en ja, je zit toch in die vibe van die wedstrijd. Maar ja, ik moet eerlijk toegeven, ik zag de bui ook al wel wat hangen. Het niveau van de kandidaten is toch wel bijzonder hoog, hè? Ja. En jouw niveau is niet hoog? Nee, mijn niveau is toch iets lager, ja. Je moet ook zien dat... Ja, dat kunnen allemaal mijn kinderen zijn ook, hè. Ik ben toch ook al wel wat ouder. Ik ben nog jong van geest. Maar ja, dat is toch... Maar ik vind het ook enorm spijtig voor mijn partner Laura. Want ja, dat is toch een enorm... het is een enorm leuk avontuur geweest. Ja, we hebben van genoten. Ja, zij valt nu in een zwart gat. Ga jij in een zwart gat vallen? Ik weet niet of zij in een zwart gat valt. Ik denk het niet, want zij is natuurlijk ook nog deel van het... Van het team hier, hè, van het Corps de Ballet. Hè. Nee, ik val niet in het zwart gat. Nee, helaas niet. Wat staat er voor de komende weken dan in jouw agenda, mag ik het weten? Nee, maandag is terug repetitie, echt Antwerps Theater. Zo, dat was al uiteraard... Ja, dat stond al in de agenda. En dan nog ook wat andere dingen, ja. Ja. Dus, zien we jou binnenkort terug op tv bijvoorbeeld? Dat zou ik niet weten. Nee. Eerder het theater, momenteel. Maar dat doe jij ontzettend graag. Ja, maar ik doe veel dingen graag. Hè. Ja, ja.